Ik vind het zelf totaal niet erg om het over mijn geldzaken te hebben. Vandaar dat het me interessant leek om te kijken wat ik zo in een maand uitgeef. Ik maak van tevoren niet echt per se een budget. Ik weet wel hoeveel ik ongeveer aan wat uitgeef. Maar ik denk dat deze video heel erg leerzaam voor mij zal zijn. En dat ik waarschijnlijk wel geconfronteerd word met de bedragen die ik uitgeef. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik heb de afgelopen maand alles netjes bijgehouden en ik ga het vandaag met jullie doornemen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen levensstijl, dus ja, misschien kan je mijn uitgaves als heel veel zien of juist als heel weinig. Ik heb geen idee wat de normale middenmoot is. Mijn doel met deze video is om inzicht te krijgen wat ik nou uitgeef en waar ik eventueel op kan besparen. Even een korte toelichting over mijn levenssituatie. Ik ben op dit moment 22 jaar. Ik woon op mezelf in Amsterdam. Ik studeer nog voltijd en mijn baan is het maken van video's, contentcreatie, social media, alles daaromheen. En daar verdien ik mijn geld mee. Ja, dat is een klein beetje de situatie. Laten we beginnen met de eerste week van januari. Op maandag heb ik boodschappen gedaan en hier heb ik €22,46 aan uitgegeven. Ik doe mijn boodschappen vaak bij de Albert Heijn, maar ik probeer het ook wel af te wisselen om ook af en toe naar de Lidl te gaan. Ik merk wanneer ik bij de Lidl mijn boodschappen haal dat ik veel minder geld kwijt ben. Ik probeer het gewoon een beetje af te wisselen. De ene keer ga ik naar de Lidl en de andere keer ga ik naar de Appie. Dinsdag had ik een afschrijving van mijn Netflix abonnement, dat was €7,99. Woensdag en donderdag had ik niks uitgegeven, dus dat scheelt. Vrijdag had ik weer boodschappen gedaan en dit was in totaal €41,23. Zaterdag was ik met mijn vriend en toen hebben we koffie gehaald. En dit had ik voor ons beiden betaald en dit was samen €6,40. Vaak als ik met mijn vriend ben betaal ik de ene keer voor dingen en de andere keer betaalt hij dat. Zo gaat het ook soms met boodschappen, met avondeten, met leuke dingen. Zondag hadden we sushi en dit had ik betaald en dit was voor twee personen €50,25. En mijn weektotaal van deze week was €128,33. Het is veel geld, maar eigenlijk vind ik dat nog redelijk meevallen. Dan gaan we verder naar de tweede week. Op maandag ben ik even naar de supermarkt geweest, want ik ging even wat lekkers halen voor mijn oude werk. Want ik had mijn laatste werkdag. Dus in combinatie met tractatie en mijn lunch was dat in totaal €7,93. Toen heb ik later op de maandag ook nog een bestelling geplaatst op Weekamp. Want ik zag een goede aanbieding voor micellair water. Dus dat was in totaal €9,81. Dinsdag ging ik mijn boodschappen doen. En dat was in totaal €20,34. Ik doe nooit mijn boodschappen in één keer. Omdat ik dat gewoon niet kan tillen. De supermarkt is bij mij wel op loopafstand. En ik vind het fijn om erheen te lopen en dan weer terug te wandelen. En ik kan gewoon niet heel veel boodschappen in één keer meenemen. Dus vandaar dat ik ook meerdere keren per week mijn boodschappen doe. Toen ben ik ook nog even naar de kruidvat geweest, want ik had nog wasmiddel nodig. En ik had nog wat cremmetjes gehaald voor mijn ouders. En in totaal was dat €18,87. Woensdag had ik sushi en dat was €19. En deze dag had ik ook mijn hotelboeking gedaan, want voor mijn driejarig jubileum samen met mijn vriend gingen we naar een hotel. En als best wel duur cadeau van mij had ik het hotel betaald. En dit was in totaal €159. Inclusief overnachting, ontbijt en eten. Dus dat was wel hartstikke fijn. Dat was mijn afschrijving van woensdag. Donderdag had ik niks uitgegeven. Dus dat is nice. En vrijdag had ik een samenvatting gekocht online voor mijn tentamen. En dit was €7,98. Het weekend was ik niet thuis. Toen ging ik naar mijn vriend toe. En toen hoefde ik niks uit te geven. Want ik bleef daar ook eten het hele weekend. Dus dat is mooi meegenomen. Dat is een voordeel van in een relatie zitten. Soms hoef je gewoon niet na te denken wat je gaat eten. En hoef je daar ook geen geld aan uit te geven. Dus dat is nice. En dit is gewoon nog bij zijn ouders. Dus het is heel fijn om daar af en toe te eten. Dan gaan we verder naar week 3. Maandag deed ik weer boodschappen. En dat was in totaal €16,71. En toen heb ik ook nog een cadeau besteld. Wow, ik ben echt van de cadeautjes, merk ik nu. Want ik had natuurlijk het hotel ook al als cadeau gegeven. Ik vond het ook nog leuk om een kleinigheidje te geven aan Rits. En in totaal was deze bestelling €54,99. Ik ben echt een giving person. Wanneer ik gewoon iets voor iemand wil kopen, dan doe ik dat ook gewoon. Dinsdag moest ik betalen voor mijn Spotify abonnement. En dit was €9,99.
Op woensdag heb ik niks uitgegeven. En donderdag ging ik weer boodschappen doen. En dat was in totaal €26,58. Oké. Vrijdag ging ik weer koffie halen. Ik hou ontzettend veel van Coffee to Go's. Nu helemaal we bijna niks kunnen doen. En wanneer ik een wandeling maak, vind ik het gewoon fijn om een koffietje mee te hebben. En soms maak ik thuis al koffie. Maar soms heb ik geen koffie meer in huis. Dan haal ik het onderweg. En zo support je ook nog wel de locals. Dus dat is gewoon een win-win situatie. En mijn koffie was €3,50. Zaterdag had ik niks uitgegeven. En zondag had ik weer koffie. Toen had ik weer voor mij een rits betaald. En dit was €5,80. En toen hadden we ook nog boodschappen gehaald voor ons avondeten. En dat had ik betaald. En dat was €14,70. En het totaal van week 3 is €132,27. Oké. Dan zijn we aangekomen bij de laatste week. Hier hebben we een tussenstand van op hoeveel ik nu zit qua bedrag. Het is aardig wat. Maar de laatste week van januari stond echt in het teken van heel veel afschrijvingen en heel veel betalingen. Oh jongens. Maandag werden mijn lenzen afgeschreven. Ik heb een abonnement op mijn lenzen en dat was €22. Dan moest ik mijn life coach betalen. En ik heb sinds vorig jaar een life coach en ik praat regelmatig met haar. En de sessies zijn best wel prijzig, maar ik merk dat het wel heel erg waardevol is. Ik voel me al een stuk beter dan een jaar geleden. En het is gewoon heel erg fijn om objectief met iemand te praten. En ik vind het ook wel waard. Het is niet dat ik elke maand haar spreek, één keer in de zoveel tijd. Dus ik vind het dan nog wel meevallen. In totaal, inclusief BTW, was het €181,50 voor een live coaching van 1,5 uur. Mijn bankrekening vindt het niet zo leuk. Maar het is allemaal voor mijn mentale gezondheid en dan gaat dat voorop. Dus mijn life coach. Maandag had ik ook nog boodschappen gedaan. Ik had niet heel veel uitgegeven. In totaal was het €16,57. Dan gaan we over naar dinsdag. En ik word nooit echt heel erg blij als dit van mijn rekening wordt afgeschreven. Het zijn namelijk mijn studiekosten. Ik betaal per maand €214,30. Woensdag moest ik mijn zorgverzekering betalen. Dat was €125,05. Ja, dat zijn gewoon kosten die je niet kan vermijden. En mijn huur ging er ook af op woensdag. Dat was €500. Ik betaal best wel weinig huur. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat ik voor zo weinig in Amsterdam kan wonen. Maar ja, het is toch geld. En die dag had ik weer koffie. Alleen ik had een beetje een overpriced koffie deze dag gehaald. Namelijk Starbucks. Ik had voor mij een rits gehaald. En in totaal was dat €10,60. Dan gaan we verder naar donderdag. Donderdag had ik een afschrijving van een bestelling die ik had geplaatst. Ik had namelijk wimperserum besteld. En dat kostte €36 voor een beetje wimperserum. Redelijk prijzig, maar ik heb het gevoel dat het werkt. Dus daar ben ik al blij mee. En als dingen het waard zijn, vind ik het niet erg om daar iets meer voor te betalen. En dan gaan we verder naar vrijdag. Toen ben ik wezen shoppen. Ik heb toen een aantal dingetjes bij Zara besteld. En in totaal was dat €65,84. En toen had ik... Oh, het gaat lekker met mij. Toen had ik sushi. In totaal was dat €23,17. Ja. Vaak als ik geen zin heb om te koken of om boodschappen te doen, dan bestel ik gewoon eten. Denk ik, oh, even makkelijk. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar de verhoudingen. Het is gewoon veel goedkoper en efficiënter om boodschappen te doen en zelf eten te maken. Maar ja, soms heb je daar gewoon geen zin in. Dus ja, ik vind het helemaal prima. Zaterdag had ik weer boodschappen gedaan en dat was in totaal €28,20. Zondag ging ik weer wandelen en toen had ik weer een coffee to go gehaald en dat was €3,35. Hou je hart vast. Of nou ja, ik moet mijn hart vasthouden. Mijn week totaal van de laatste week van januari is €1,203,41. Ouch. Dat is zo gek nog niet, want ik moest een aantal vaste kosten betalen. Over vaste kosten gesproken, ik heb ook nog mijn telefoonrekening. Maar die betaal ik vanuit mijn zakelijke rekening. Omdat ik een eigen bedrijf heb, heb ik een persoonlijke en een zakelijke rekening. Sommige kosten worden gewoon vanaf mijn zakelijke rekening afgeschreven, want dat is veel efficiënter. Maar nu zijn jullie waarschijnlijk benieuwd hoeveel ik in de maand januari heb uitgegeven. Mijn totaal komt op 1730
en 11 cent. Dat is aardig veel geld. En conclusie, de afgelopen maand heb ik grotendeels van mijn geld uitgegeven aan eten, coffee to go's, heel weinig shop gerelateerde dingen, dus daar ben ik wel trots op. Alleen dingen die ik nodig had en een paar leukigheidjes. Misschien dat ik aankomende maand een budgetplan ga maken om te kijken van wat ik dan uitgeef, of ik juist meer uitgeef of minder. I don't know. Ja, 1700 euro is niet niks. Ik ben echt benieuwd hoeveel ik de aankomende maanden ga uitgeven.